Je moest een opdracht doen dat je een piramide moest maken. Ik was hier dus een paar keer wezen kijken op een open dag. Ik kreeg een paar vakken en ik vond het gewoon heel gezellig. Aardige docenten. Voor de brugklassen zit kennismakingsweeks. Leren kennen van elkaar. Je bent gewoon ook simpelweg namen aan het oefenen. Opdrachten, speurtocht. We hebben een klassenstrijd, zodat ze ook echt een beetje competitief tegen elkaar opkomen. Het is eigenlijk gewoon een speurtocht rond de school om de school beter te kennen. Heel gezellig en een mooie grote school. We hebben geleerd hoe de school in elkaar zat en waar alle lokalen precies zaten. Allemaal kennismakingsspellen en namenrondjes, zodat we elkaars naam weten. Ik ken nu denk ik 2/3 van de klas, denk ik wel. Als mentor heb je voor de rest nog de taak om ze alles uit te leggen, zeg maar, voor het komende schooljaar. Ja, hoe ga je om met je laptop? Maar je probeert ook heel erg te werken aan groepsbinding, aan het leren kennen van elkaar. Ja, het is echt heel leuk en echt gezellig. Allemaal aardige kinderen ook. Het is natuurlijk heel spannend om naar een nieuwe school te gaan. Zoals je achter me ziet, hebben we een hele grote stormbaan. Een beetje kennis maken met de klas, met elkaar, door middel van sport en spel. Kon je lekker kinderen omverbeuken met de ballen en we hebben gewonnen 2-0.